Vandaag zijn we aangekomen bij de Kastelenloop in Diepenheim. Wij gaan hier de halve marathon doen. Het wordt weer een duurloopje samen met Willem. Hallo. Willem Pier is er weer bij. Jazeker. Wij gaan nu even op zoek naar de start en ons startnummer. En jullie zien ons zo weer. Nou, we hebben de plek gevonden waar ik het startnummer kan halen. En ik heb nummertje 200. Hartstikke bedankt. Hier is hij dan, nummertje 200. Wij gaan hem even bevestigen. En we gaan op zoek naar de start. Heb je hem binnen, Willem? Ik heb hem binnen. Nummer 125. Oké dan. Ik ben erbij. Nou, we hebben weer één te pakken van de organisatie. Met wie heb ik het genoegen? Met Stefan ten Dam, de voorzitter van de Kastelenloop Diepenheim. Hartstikke mooi. Ja, de Kastelenloop. Dit is weer een eindje van huis. Maar ik heb van een aantal mensen die vaak op mijn YouTube-kanaal kijken, aangegeven gekregen dat ik deze moest gaan lopen. Ik hoorde dat deze heel erg mooi moet zijn. Je bent inderdaad op het juiste adres. En een van die volgers is mijn schoonvader. Ook een fervent loper. Die had mij ook al getipt. Volg jou. Ja. Dus je bent inderdaad in een prachtige omgeving. Je gaat straks een prachtige halve marathon lopen. Met drie lussen. Waarbij we elke lus een kasteel gaan bekijken. En je loopt dus door een prachtig landelijk gebied. Wij zeggen wel eens, we hebben 21 kilometer. Een normale loop heeft ongeveer 6 kilometer aan onverhard. En 15 kilometer verhard. Maar ja. Door de weersomstandigheden hebben wij helaas afgelopen week wat dingen moeten wijzigen. Maar ondanks dat denk ik dat je een hele mooie loop gaat. Nou, prachtig is dat. En we komen dus hier over de finish heen. Drie keer. De derde keer is dus de finish. Ja. En we gaan drie kastelen zien. Ja, je gaat inderdaad de eerste ronde maak je het rondje naar kasteel Nijenhuis. De tweede ronde maak je het rondje naar kasteel Westervlier. Moet je vanaf een afstandje nu bekijken, want de laan richting het kasteel was helaas niet zo begaanbaar. En de derde ronde kom je vanaf die kant en moet je ook even over je schouder naar links kijken. Als je bijna Diepenheim binnen bent, moet je even naar Huizen Diepenheim kijken. We moesten helaas de laan van Huizen Diepenheim, waar je prachtig door de bomenrij loopt, ook even schrappen. Want ja, dan had elke loop ook weer hele natte voeten gekregen. Ja. Dus Nijenhuis, Westervlier en Huizen Diepenheim, drie kastelen. Nou, dat is hartstikke prachtig. Jongens, ik ben zeer benieuwd hoe dat gaat met al die kastelen. En wij gaan nu richting de start. We gaan hem lopen. En we zien elkaar vast wel weer bij de finish. Helemaal goed. Ik wens jou heel veel succes. En als kerst op de taart kom je ook nog langs kasteel Warmeloo. Dan loop je recht tegen het kasteel. Wij gaan ervan genieten, jongens. En jullie gaan het ook zien. Tot bij de start. Succes. Dankjewel, hè. Hoi. Nou jongens, het gaat nu beginnen. De 21 kilometer kastelenloop. Vier kasteeltjes gaan we zien. Ik zie jullie bij de eerste pitstop wel weer. Succes, veel plezier. Yes!
Secrets for way too long. This can't keep going on. With every lie, they keep on hurting you, getting away with everything they do. This can't keep going on. Oh, we're gonna find them, and I'm gonna fight for you. They better start hiding. We'll be running with the lions, lions. We'll be running with the lions, lions. They can't hide. We won't stop until they're down.
We'll do this together. No, you're not alone in this. No, we're gonna find them, and I'm gonna fight for you. They better start hiding. We'll be running with the lions, lions. We'll be running with the lions, lions. They can't run, they can't hide. We won't stop until they're down. We'll be running with the lions, lions. We're gonna find them. We'll be running with the lions, lions. We'll be running with the lions, lions. They can't run, they can't hide. We won't stop until they're down. We'll be running with the lions, lions. 'Cause you're not alone in this. We'll do this together. No, you're not alone. I will never cry for you, cry for you, cry for you, cry for you. I can't take this anymore. You say we're done, but you still want more. Baby, what I need is you out the door. This time I'm sure, yeah, that you're a bad boy, up to no good. Trying to be a man, but you're stuck in boyhood. Baby, you won't ever treat me the way you should. Nou, we zijn nu aangekomen, zoals je ook in de headcam kan zien, bij kasteel Nijenhuis. Ja, het ziet er hartstikke leuk uit. Even een kijkje nemen, Willem. Ja, zeker. Zo, dan... ja, dit ziet er wel alleraardig uit. Ja. Wat vind jij ervan, Willem? Ja, is mooi. Is mooi, hè? Ja. Nou. Mooi vertrekje, hè? Ja. Hoe vaak zie je nou een kasteel? Kijk, in Emmen... Hebben wij geen kastelen? Nee. Hebben jullie in Sappemeer een kasteel? Nee, wel Slochteren. Ook niet? Nee, een alleen slotje. Ah, dat is Jan List ook. Ook een van de vaste kijkers van het kanaal. En zullen er vast nog meer zijn. Want we worden groter en groter. Ja. Lekker uitbreiden. Ja, heerlijk. Heerlijk, hè? Heerlijk. Heerlijk. Heerlijk, ja. Nou, we laten Jan nog even voor. Kunnen we zijn shirt nog even mooi in beeld brengen. En wij gaan weer verder met de run. Ik kan maar één ding zeggen, jongens. Jodel!
go again. Reach out when your mind's uneasy, 'cause I'll understand. Hold on when you need a friend, I'll stay here to the end. Get up, don't hang your head, we'll take it step by step. Fell inside, now I'm living in a matchbox. This time, all it needed was a little spark. Give me my heart back, 'cause somebody stole it and put it in your hand. Give me my heart back, 'cause somebody stole it and put it in your hand. Kijk eens aan jongens, daar is hij. Het meest befaamde dingetje van zo'n hele run. Het heerlijke drankpasje. Dank u wel. Oh, pak het er maar even bij Willem. Ja, dankjewel. Lekker man. Ah, lekker. Heerlijk lekker fris. Ik had hem wel even nodig Willem, jij dan. Ja, het is weer warm. Ja toch? Ja. En
Ja, hier hadden ze het over een klinkerpadje. Volgens mij dat deze. Ik ga even naar de kant. Ja. Komen allemaal weer lopers aan. Ja. En ja, die willen ook binnen de 2,5 uur hem gehaald hebben. Want dat is hem. Je moet deze run, mag je niet langer over doen dan 2,5 uur. Nee. En 21 over 7 moeten wij over de finish zijn. Mm-hmm. Ja. En dan hebben we nu nog 29 minuten om precies te zijn. Ja, dit is wel dus kijken of we het redden. Ja. En wij gaan weer een deurtje verder, jongens. Ja. Ik zeg, jodel! Hey Jan. Hey Jan, kan jij nog een beetje aan? Nog wel. Nog wel. Het gaat nog redelijk met de knie. Dat valt me nog meer nog. Dus hopelijk houden we hem vol. Nou, ik hoop het ook voor je. Wij gaan maar even door. Wellopie en gas. Ja, zeker. Yeah.
looking like a thunderstorm. Oh, here we go.
Ach, kijk Willem. Ja. We hebben er weer een. Nummer 2. Nummertje 2 van het drankpostje. Het lekkerste wat er is. Ik zie daar ook een powerdrankje. Ja, ja, ja. Powerbar. Die is even wat zoetiger. Nice. Dan gaan we die even vernemen. Oh, is toch water. Nou, ik hoorde dat ze in de plastic bekertjes, dat ze daar lekkere drankjes in hadden. Ja, nee. Nee. Het is water. Het is water, maar dat geeft niet. Ook water smaakt naar bier onder zo'n mooi loopje. Ja. Ondertussen jongens, kunnen jullie even op abonneren, subscribe drukken, like deze video en het belletje. Ringel even aan het mooie belletje. Het belletje. Nou, ik denk dat we bijna door de eerste lus heen zijn. Ja. Want we gaan weer naar het bewoond gebied. Dus ja, ik zou zeggen, tot het volgende pitstapje. Jodel!
eerste rondje gehaald. Dus we gaan nu over naar de volgende lus. Lusje 2. Oh, kijk eens. Dat is de film, jongens. Ja. Hey. Nou, dit was de eerste, jongens. Maar ook een halve marathon is te filmen. Jazeker. En ook een marathon, jongens. Nou, en door. Kijken wat dit wordt. Jodel. Nou jongens, nou hebben we hier
kasteeltje nummer 2. Nou ben ik even de naam van dit kasteel kwijt. Warmelo. Nou, prachtig. Ze hebben hier zelfs een hele menukaart voor ons. Dus kunnen we straks ook nog eventjes lekker wat eten en drinken hier. Maar er kruipt mij een klein gevoel, Willem. Ja. Net of dit hetzelfde kasteel is. Ja, hij lijkt inderdaad hetzelfde. Als waar we net waren. Ja. Maar het is hem niet. Nee, hè? Nee. Niet veel verschil. Nee. Ik krijg een klein beetje zuurbranders, jongens, maar het gaat nog wel. We gaan gewoon weer lekker door. En wij zien elkaar bij het eerste gegarandeerde drinkpasje wel weer. Ja. Want Jan List komt alweer achter ons aan, dus we moeten flink door. Halen. Zo. Zo. Lekker. Lekker. En jodel. Jodel.
a generation of my time. There is nothing we can do. Stop this plague from breaking through. Don't come now and waste my time. A generation of my kind. There is nothing we can do.
queen of overthinking. It's like we're done before we even started. So if this is the end now, baby, know that I gave it my all. I believe in us, I won't give up on you. I will be holding on for life. Hope you believe in us, please don't give up on me. At least give me a try. 'Cause you're the best thing, the best thing. You're the best thing that I've ever had. You're the best thing, the best thing. You're the best thing. 'Cause you're the Dat is iets, ik kom niet eens meer uit mijn woorden, jongens. Dat is iets wat ik kan gebruiken. Ja, lekker gesloopt. Nee, Barretje. Nee, Barretje hoeft niet. Dankjewel. Ik heb vanmiddag al een heerlijke pasta gehad. Maar zo'n bekertje water, dat gaat erin als een zoete koek. Dankjewel. Anabolen bij, hè? Oh, gelukkig. Oké. Okay. Oh, zit anabolen bij. Dat hebben we wel een beetje nodig. Word ik nog gespierder, Willem? Ja. Dan ik al ben. Ja. Ja, er zit nu ook een mooie boerderij, zie ik. Ik hoor de koeien. Even goed twee slokjes nemen, Jampie. Ja, zo. Heb je lekker. Ik kreeg het nauwelijks naar binnen. Maar ja, ik wil eventjes deze straat even een klein stukje afwandelen. Dan ik ben goed stuk. Hartslagje gaat wel goed trouwens. Zit nu alweer onder de 150. Dat is wel lekker. Ja. Nou ja, ik proef die zuurbrand een klein beetje. Volgende week trouwens, ook leuk om te weten, ga ik naar Weerselo. Daar gaan we de zogeheten Weerseloop doen. Ja, gewoon weer 10 kilometer. Niet van dat moeilijke gedoe. Dan was ik nu al lang over de finish geweest. Zat ik alweer achter de edittafel. Nu helaas niet, maar dat mag de pret niet drukken. Ja, is gezellig. Ja. Het is niet zo zonnig, wel aardig bewolkt. Maar, nou ja, even kijken. Komt er al, ik zie hem er al, zie ik hem vanaf afstand al komen. Onze grote concurrent van vandaag, Jan List. Jan List. De man uit Goor. Nou, wij gaan weer een stukje verder, Willem, of niet? Ja. Ja. Hè? We moeten natuurlijk wel even uitlopen. Uit de race worden gevoerd. Nee, daarom. Dat is niet de bedoeling. Maar zelfs, ja. Nou. Wat zeggen we dan? Jodel!
You had to go. I guess this world's too slow for you. I think there's beauty in the gray, the cold, but you just want the gold. And there's no way I can beat it, 'cause I got no chance, no chance when it comes to her. She got the glitter and the fame, and I just wasn't enough for you. This is goodbye, bye, bye.
anymore. You only want what you can afford. Don't I make you feel something? Or maybe you can't feel anything. She's not gonna give you everything. Kijk eens jongens, daar hebben we hem. Drankpostje. Ja, dank je. Nummer. Succes. 4. Lekker man. Even heerlijk genieten van het heerlijke water weer. Oh, het is wel gezweet Willem. Wat, ja, het is echt warm. Wat vind jij? Ja, ik ben echt nat. Kleddernat. Ja, ik ook. Ik heb de zweet nog eens een beetje in de ogen zitten. Dus als je mijn, als je mijn ogen een beetje rood water eruit vindt zien, ja, dan komt dat door dat zout. Dat je ogen een beetje rood water zijn. Ja, dat is waar. Is dit een livestream? Ja, dit is live opgenomen. Ja, live opgenomen. Live opgenomen. Ja, precies. En ga je het ook weer uitzenden? Ja, het wordt, morgenavond wordt het uitgezonden. Hartstikke leuk. Dus dan kunnen jullie het. Ja, dan kunnen jullie terugzien en dan sta je er zelf ook op deze aflevering. Ja! Maak de groeten naar mijn moeder! Ja, tuurlijk! Nou, dat was weer lekker. Dank u wel. Het was weer even heerlijk. Ja. Ja. Ook genoten Willem van het heerlijke. Ja, echt. Slokje water. Nou, we hoeven niet zo ver meer, geloof ik. Nee. Het is nog 7 kilometer of zo. Ja. En dan zijn we er. Zijn we er weer. Nou, laten we maar weer een beetje gaan lopen. Ja. Dan, het wordt ook frisser. Ja. Nu de rug zo nat is. Het is waar. Het is waar. Jongens, jodel! Thank you.
got this picture in my closet. It's gathering dust right now. And the edges have been folded once or twice. Ah, jongens, gelukkig. We hebben weer een lekker waterpasje. Heerlijk. Even een beetje drinken. Oh, dit is de energiedrank. Ja, dit is de energiedrank. Ja, hebben we nodig. Ja, kunnen wij een beetje energie kweken. Dan, ja, bijna 16 kilometer. Maar ik raak toch aardig af. Wat jij wil. En dan zie ik daar de finish. Ja. Dan ja, moeten we nog een keer over. Nog een keer over, ja. Hier, bij het water. Zo, dat was even lekker. Oh. Ja, dat was even heerlijk. En wij gaan het laatste rondje maar eens even doen. Heerlijk. En kijk. Hallo. Allemaal bekend, jongens. Op 2 meter na. Allemaal jongens die ook op ons kanaal zitten. En nou, zullen we rennen de finish over? Gaan we doen. Ja, we gaan een rennen doen. Doen. Kom maar. Ja. Ja. Heerlijk, jongens. De finish van de andere lopers. En we gaan weer door.
Wanna release it?
Nou, daar zie ik hem alweer, jongens. Het allerlaatste drankpotje van deze run. Want we hebben er al 17 kilometer op zitten nu. En ja, ik drink hier nog even wat. Want volgens mij ben ik wel 5 liter kwijt. Nou, en ik heb net een litertje bijgetankt bij deze 21 kilometer. Dus ik zeg cheers. Willem wou niet, Willem zat vol. Willem zat vol, ja. Ja. Kan ook gebeuren. Ja. Harde klassen, hè? Ja, daarom. Eet nog even 2 lekkere slokjes. En dan even een heel mini stukje wandelen. Want ik voelde de knie een klein beetje. En ik zeur een klein beetje. Omdat ik zuurbranders heb. Maar ja, dat wil je ook met een halve. Ja. Kijk, jackpot. In de prullenbak. Dus heerlijk. Nou, ik zie dat we weer asfalt hebben. We zullen ook nog een kasteeltje tegenkomen. Ja, als het goed is, moeten we nog één tegenkomen. Ja. Ja. Nou, laten we dat nog maar even afwachten. Want ja, die willen we natuurlijk ook even rustig bekijken. Ja. En dan zien jullie ons zo weer. Jodel! You got me feeling like a firebolt. High in the sky. Looking like a thunderstorm. There's only one of you.
they never will. Once we were burning lovers, and nothing but a breakup, a breakup. Yeah.
Deze jongen moet nog even wandelen. Volgens mij komt Wimpy nog wel even door. Jawel. Maar ja. Samen uit, samen thuis toch? Zo is het ook. Ja, en ik kreeg een behoorlijke krampen. Ja, wordt even flink te trainen als ik die marathon van Berlijn wil doen. Dat wordt zwaar, hè? Ja, zo moet wel. Ik die ook voor de eerste keer alleen doen. Ja, vorige keer was ik met goede vriend oma Neil. Nelis, Niels, hoe je hem ook wil noemen. Ja, en daar ga ik Parijs dus ook weer mee doen. Nou jongens, dat wordt heel eventjes Rossos Walking Channel. En daarna, als ik me weer fit genoeg voel en een beetje hartslag 150 heb, maken we hem even af tot aan de finish. Jodel.
Nog 100 meter, jongens. Nou, Willem, kapot? Ja. 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 Ik ook. Nou, we gaan het redden. Ja, we gaan het. Dit wordt een hele mooie tijd. Ja. Ik denk wij ongeveer... 22. 2:17. 2:17. Heerlijk. Tegen onze volgende finisher. En hij wordt ook gefilmd, zie ik. Dus een... Nou, daar komt hij dan, jongens. Daar komt hij. Jan Rossing. Yes. Jan Rossing. 3, 2, 1. Yes. Gehaald. Of 200 is Jan Rossing en Willem Kleijer. De Kastelenloop. Halve marathon. Ik ben helemaal kapot. Heel warm. Tot bij de afsluiting. Ja, ging goed. Dat was hem dan, de Kastelenloop in Diepenheim 2024 en dan de halve marathon. Een flink pittige run. Wat vond jij, Willem? Ja, ik vond hem echt pittig. Ik had niet verwacht, maar ja, het was zwaar en vooral op het laatste stuk een beetje. Ja, hè? Die laatste lus, die laatste 5 kilometer, dat deed het hem wel. Ja. Die duurde mij ook gewoon langer dan normale 5 kilometer duurt. Maar ja. Niks aan te doen. Nee. Hè? We hebben hem wel gehaald. We hebben hem gehaald, ja. Een paar keer lopen. Ja. En, alleen, ja, Kastelenloop Diepenheim. Jullie hebben ons 4 kastelen beloofd. Ik denk dat het aan ons ligt. Maar we hebben maar 2 kastelen gezien. Ja, maar 2. Ja, dus waar zijn die andere 2 kastelen? Wijs ze aan. Laat het eventjes achter in de berichtjes. En
Ja. Dan gaan wij volgende week, of volgende week. Volgende keer. Dan gaan wij volgende keer vast nog een keer doen. En dan gaan wij alle vier de kastelen er eens even goed afzetten. Ja. Maar het was, het parcours was een beetje gewijzigd, hadden ze het ook over. De lussen waren een beetje aangepast, omdat het behoorlijk nat is geweest. En ja, de meeste mensen willen niet door het water lopen. Soms heb ik er geen problemen mee, lees vuurtorentrail Ameland. Maar andere mensen weer wel. Jongens, vergeet ook eventjes abonneren, subscribe, like de video en... Het belletje. Ringel aan dat prachtig mooie belletje. Gaan jullie nog veel meer leuke video's zien. Ja, ook leuk dat Jan List er even bij was uit Goor. Die is er volgende week bij de Weerseloop, is die er ook weer bij. Nou, dat vind ik hartstikke geinig. Jij weet het nog niet, Willem, maar ik heb een nieuwe. Oh. Wij gaan nu even naar de sponsor. Oh. Ja, jongens. Kijk, daar komt hij weer. Wij hebben de Nank U. Dit is een prachtige koptelefoon van het merk Nank. Het doosje kan open. Dan kan de handleiding eruit. En wat hebben we hier? Hier hebben we een prachtig doosje. En hier zit een draadloze koptelefoon in. Die bestaat uit twee delen. Je hebt een linker en je hebt een rechter. Je kan er ook gewoon eentje in doen. Hij gaat zo in het oor. En ik voel hem niet eens meer. Hier zitten jongens. Ik voel er helemaal niks meer van. En weet je wat het allermooiste is? Jullie kunnen hem halen met 20% korting. Jullie vullen hem in bij de link beneden in de beschrijving. Oemix. En dan krijgen jullie 20% korting. Dus Oemix en 20% korting. En wij gaan even naar het allerlaatste stukje van de afsluiting. Want, wat hebben wij nog niet gehad? Het biertje. Het heerlijke biertje. Het heerlijke biertje. En dit keer komt het heerlijke biertje niet bij Russell's Running Channel vandaan. Nee. Dit keer komt het uit de koker van... Willempie. Ja. Dus Willem, wat heb je meegenomen? Ik heb een Gronings biertje meegenomen van Eggens. Eggens? Eggens, ja. Oh, spannend. Ja, spannend. En een triple. Dus, een triple? Ja, dus dat wordt extra genieten. Ik lees hier 10% alcohol. Ja, we moeten toch ook goed harder run, lekker drinken. Jongens, dat wordt straks met handjes aan de vangrail. Kijkt u eens. Een prachtig mooie triple van Eggens Groningen. Ja, dat komt natuurlijk omdat Willempie ook uit Groningen komt. Ja. Hè? Dus wat dat betreft, nou ja, even kijken of er nog wat op staat. Eggens Craft Beer is ontstaan vanuit echte passie en liefde voor bier. Nou, dat mag ik hopen. Nou. Ja, toch? Als je zoek smaakt, dan is het helemaal goed, toch? Ja, we brouwen onze bieren met de nodige professionele aandacht. Ook dat mag ik hopen. Ja. Nou, zo hebben we samenwerking met lokale akkerbouwers voor de gerst. Gebruiken we hop van lokale hoptelers uit Groningen en Drenthe. Kijk, goed zo. En dient ons restproduct als voeding voor het vee van verschillende boeren in de regio. Jongens, we zijn ook nog goed voor de boeren. Ja, nou. Heerlijk toch? Ja, heerlijk. Nou, zullen we ze eens even openplappen? Ja. Ik ben heel benieuwd. Ja. Of die plopt. Nee, nee. De eerste plopte niet. Maar we hebben nog een kans. We hebben nog een kans. Stiekem schudden. Oké. Okay. Kijk eens even. Kijk eens, dat was een mooie. Die plopte hartstikke mooi. Wij gaan hem eens even proeven, jongens. Ja, we gaan hem even proeven. Proost. Proost. Ja, het is wel een trippeltje. Ja, dat is ook lekker. Ja, het is ook wel een redelijk zwaar biertje. Je proeft dat er meer dan 5% is. Ja. Ja, lekker man. Ja, smaakt goed. Ja, spelt, hop, gist. Havervlokken zitten er ook in. Havervlokken, ja. Oh, dat is ook wel goed. Dat is ook wel gezond. Gezond. Nou. Ja, precies. Nou, jongens. Wij gaan dit biertje even heerlijk opsappelen. Ja. En wij zien elkaar volgende week bij de Weerseloop in Weerselo. 10 kilometer ga ik daar doen. Dus wat weer een kort videootje. Hey! We worden gewoon allemaal weer lastig gevallen door mensen. Zelfs weer Jan. Het enige wat ik nog kan zeggen, jongens, is geniet van de week. Geniet van het weekend. Geniet van het leven. En tot volgende week in Weerselo. Samen met Jan List bij Rosso's Running Channel. Proost! Proost! Lekker man. Ja.
Ja, echt. Ja. Zo. Trouwens nog slecht nieuws. Oh. FCM heeft verloren gevochten. Ja, niet best. Nee. Ze blijven de keukenkampioen. Ja, ze wordt geen Groningen-Emmen. Nee, er wordt absoluut geen Groningen-Emmen. Misschien nog beker, maar... KNVB-beker. Zijn we nooit zo goed in. Nee.